Elke dag komen er nieuwe producten uit. Nieuwe maaltijden, snacks, nieuwe smaken en compleet nieuwe uitvindingen. Ik ga de uitdaging aan door vandaag alleen maar de nieuwste producten te gebruiken en te testen. Wat is het beste nieuwe product? En wat is de grootste teleurstelling ooit? Wat is dit? Ik ben direct naar de supermarkt gereden, want het is echt niet normaal hoeveel nieuwe producten er wel niet zijn. We hebben dus geen seconde te verliezen. Ik ga meteen naar binnen en terwijl ik deze nieuwe producten haal, wil ik jou eventjes vragen om deze video natuurlijk een duimpje omhoog te geven. Als we de 20.000 duimpjes halen, beloof ik dat ik binnenkort weer een nieuw deal ga maken. Zo, dat is helemaal gelukt en ik heb een gloednieuw ontbijtje gescoord. En dit is het eerste nieuwe product van vandaag, de Snack & Jack's in de smaak sweet peanut butter. Oftewel gewoon een rijstewafel met zoete pindakaas smaak. Maar ja, dat klinkt natuurlijk wat minder interessant. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Oh, dat is jammer. De eerste is meteen gebroken. Hij lijkt heel goed gekarameliseerd. Er zit een flinke plaklaag omheen. Ik ben gek op pindakaas, dus ik ben heel benieuwd naar de smaak. Oeh. Hij is inderdaad heel zoet. Het is niet alsof je een rijstewafel met pindakaas aan het eten bent. De smaak is een stuk subtieler dan dat. Maar ik vind het wel heel erg lekker. Weet je wat? Ik geef dit eerste product gewoon in één keer 4 van de 5 sterren. Zeker een aanrader. Maar met alleen een rijstewafel in mijn maag ga ik het echt niet redden deze ochtend. Dus ik heb ook nog dit gevonden. Anijs. Pret. Vrolijk gekleurde hagels met anijssmaak volgens de verpakking. Hoe gaat dit open? Oh zo. Dat is heel grappig. Kijk, als je hem openmaakt staat hier ineens hooi. Heel erg droog. Laten we alleen hopen dat de hagel zelf niet droog is. Wow. Check hoe fel al die kleuren zijn. Zie je dat? Nee, dit is niet voor jou. Nee. Je mag even ruiken, maar dit is zeker niet voor hondjes. Je mag wel kijken hoe ik ga proeven, want ik ben heel erg benieuwd. Het zijn gewoon mini-muisjes, wat je normaal gesproken op beschuit doet. Het is exact dat, maar dan gewoon wat kleiner en heel erg kleurrijk. Ik vind het gewoon lekker, maar het is niet iets dat ik nou elke dag zou gaan eten. Daarom krijgt het van mij 3 van de 5 sterren. En we sluiten dit ontbijt af met een yoghurtje, namelijk de nieuwe Breaker Stracciatella. En Stracciatella, dat zijn natuurlijk eigenlijk een soort van chocoladevlokken. Alhoewel ik vlokken echt één van de meest gore woorden vind ooit. Moet je eens even over nadenken. Het wordt vlokken. Chocoladeschraapsels. Nee, dat klinkt ook niet lekker. Gewoon chocoladestukjes. Ik vind het wel erg verdacht, want om een of andere reden heb ik het gevoel dat dit al heel lang bestond. Maar er staat echt heel groot nieuw op. Vast een Mandela effect. Of ze houden ons gewoon voor de gek. Maar dan de smaak. Er zit genoeg chocolade in. Het is lekker zoet. Maar het is ook weer niet alsof ik nou denk, hè, wat is dit voor iets geweldig nieuws? Dit is gewoon een classic. Het is lekker, maar niet per se mega bijzonder. Daarom krijgt deze ook 3 sterren van mij. Er liggen hier een aantal hele merkwaardige dingen klaar. Wat is dat, Paak? Is dat een kwast? Dat zijn natuurlijk allemaal hele creatieve objecten. We gaan namelijk zo meteen een foto maken ter ere van iets heel erg bijzonders. Namelijk ons eigen... Doeboek! Yes! Wauw, check even hoe leuk het eruit ziet. Jullie willen echt niet weten hoe lang wij ons mond hierover hebben moeten houden, terwijl we in het diepste geheim hier heel hard aan hebben gewerkt. En hij staat vol met toffe dingen, namelijk puzzels, challenges, moppen, strips en nog heel veel meer. Ja, het is echt zo'n leuk boek geworden. Oh, en trouwens, we hebben heel hard jullie hulp nodig, want jullie moeten dus het mysterie van de verdwenen magische halsband van Paco oplossen. Yes, en dat kan allemaal in ons nieuwe doelboek die vanaf nu te pre-orderen is, maar daar vertel ik jullie zo meteen meer over. We gaan eerst een foto maken. Ja, we hebben een beetje haast. Wacht, we gaan ons eerst omkleden. Let maar op. Oh ja. 3, 2, 1. En we zijn helemaal in de stijl van het doeboek. Kijk. Nou, ik zou zeggen, we zijn helemaal klaar voor een foto. Laten we maken. Zo, we zijn inmiddels in de studio. Gaat het goed komen? Hij is al gemaakt. Oh, nou, mooi. We willen de koffer eigenlijk gaan namaken, dus ik ben heel erg benieuwd of dat ons gaat lukken. Moet je eens even kijken. Volgens mij hebben we maar 10 foto's gemaakt of zo. En we hebben hem al. Ja, maar dat komt omdat ik zo puur natuur fotogeniek ben. Ja, dat zie je wel. Ja, bedankt. En dit is het resultaat van de foto geworden. Ik vind hem wel heel erg lijken. Jij? Ja, leuk toch? Ja, heel tof. Ik ben best wel tevreden eigenlijk. En het leuke is, je kan ons doelboek vanaf nu overal alvast bestellen. Online, in de winkel en natuurlijk ook op onze eigen website rutgerthomaspaco.nl. Daar krijg je er een exclusieve video
bij. Rutger beoordeelt vandaag alleen maar nieuwe producten en dit is natuurlijk ook een nieuw product. Dus de vraag voor jullie is als volgt: hoeveel sterren geven jullie onze koffer? Laat het even weten in de reacties. 1 tot en met 5, ik ben heel erg benieuwd. Oh, ik hoop wel richting de 5. Ik hoop het ook. Wij zijn er in ieder geval super trots op. Yes! Inmiddels heb ik een eindje in de auto gereden, want ik ben naar de Starbucks gegaan. Ik zag namelijk op hun website dat ze een heel bijzonder nieuw drankje hebben dat ik echt moet proberen. Het is namelijk een drankje met pretzels erin. Ja, je weet wel, die zoutjes. Maar zou het dan ook lekker zijn? Ik ga hem halen. Mag ik de salted pretzel hot chocolate in medium, alsjeblieft? Ik heb het niet meer. Echt niet? Ja, echt. Ik kan de poeder ook niet meer bestellen. Waarom gaat het nou altijd mis met de Starbucks en met mij? Er ligt een soort van vloek op of zo, lijkt wel. Vorige keer was heel het terrein afgesloten en was de Starbucks dicht. De andere keer was de ijsmachine kapot toen ik een ijsdrankje wilde proberen. En nu was de pretzel hot chocolate alweer helemaal uitverkocht. Maar gelukkig hadden ze ook een ander nieuw drankje. Ik moet alleen even de naam opzoeken. Oh, hier staat hij. De Caramelized Macadamia Oat Latte. Oftewel gewoon een zoet iets met havermelk. Het kan zomaar zijn dat dit de verrassing van de dag is, omdat ik eigenlijk op iets anders had gehoopt. Oeh. Het is een mega zoete koffie. Het smaakt echt een beetje als een beginnerskoffie of zo. Als je normale koffie te bitter vindt, dan weet ik zeker dat je deze waarschijnlijk wel kunt drinken. Maar ik vind de smaak niet echt heel erg uniek of zo. Daarom geef ik hem 3 sterren. Niet slecht, maar voor mij niet een nieuwe icoon of zo. En daar zijn we naar op zoek. Nieuwe iconen. Inmiddels sta ik weer in de keuken, want ik ga een gloednieuwe lunch bereiden. Ik vind het altijd super lekker om bowls te eten. Denk bijvoorbeeld aan een pokeball of een salade. En toen zag ik ineens dit product liggen. De Bon Duel Lunch Bowls. En je hebt ze in 3 variaties. En dit is dus ready to eat. Best wel apart, want het ligt helemaal niet in de koeling of iets dergelijks. Dus ik vraag me af of dit lekker is. Het ruikt niet zo lekker. Wat is dit? Oké, het ziet er echt niet smakelijk uit. Misschien ruikt deze lekkerder. Ik weet het zo net nog niet, maar we gaan gewoon niks tegen Thomas zeggen. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Thomas, kom je lunchen? Zo. Nou, eet smakelijk. Dit is een nieuw recept van mij. Het ruikt heel erg. Ja, heel erg wat? Ik weet niet. Het ruikt gewoon. En? Wat? Ja, ik durf zelf niet eigenlijk. Het smaakt een beetje naar plastic. Oh, ja. Ik weet niet wat je gemaakt hebt. Is het een grap of niet? Nee. Dit is heel droog van structuur. Ik heb het gevoel dat ik nep eten eet. Ja. Jij bent nu dit aan het eten. Deze lunchbowl. Kant en klaar. En het hoeft niet in de koeling. Dat is best raar, toch? Nou, ik vind het niet zo lekker. Hoeveel sterren geef je jou? Nou, oké, 1 ster. Omdat het makkelijk is. Oh, je wil eigenlijk 0. Ja, maar ik krijg toch nog 1 ster omdat het makkelijk is. Ja, ik heb nooit zin om te koken, dus voor mensen zoals ik is dit wel fijn. Ik heb deze en eerlijk gezegd geef ik hem ook 1 ster. Ik wil het niet erger maken, maar het ruikt een beetje naar hondenvoer. Nou, Paco kwam er ook meteen op af. Echt? Ja, proef maar. Nee, bedankt. Oh. Ik ga even een broodje pakken. Dit is echt verschrikkelijk. Oké, we gaan meteen door met het volgende product, want die smaak in mijn mond. Ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik wil hem zo snel mogelijk weg hebben. Ik voel me een beetje schuldig tegenover de mensen die salades hebben gemaakt en met liefde hebben samengesteld. Maar ja, misschien waren ze verkouden. Anyway, ik heb hier een geweldig nieuw product, denk ik. Als Oreo-fan heb ik echt superveel geluk, want er zijn echt ontelbaar veel verschillende Oreo-producten. En dit is de nieuwste, moet je eens kijken. Oreo Crunchies. Alhoewel, de Crunchies, die bestonden al, maar dit is Crunchies Dipped. Oftewel, de Oreo's zijn in de chocolade gedipt. Ze zijn echt heel erg klein. En ik ben benieuwd hoe crunchy nou crunchy is. Qua crunchyheid vind ik het nog wel een beetje meevallen. Even dubbelcheck hoor. Niet het meest knapperige dat ik ooit op heb, maar wel echt heel erg lekker. Ik vind dit een aanrader en daarom krijgt het van mij 4 van de 5 sterren. Ik ben echt heel benieuwd of er straks nog een product komt met 5 sterren. De avond is gevallen en dat betekent natuurlijk dat we gaan nadenken over het avondeten. Nou heb ik vanmorgen deze pizza in de supermarkt gespot. Zoals je ziet staat er een nieuw label op. Het is een vegetarische pizza dat ook nog eens een keertje het A-label heeft gekregen.
gedaan. Maar als je bij een bizarre geheimenvideo's kijkt, dan weet je dat dat niet per se zegt dat deze pizza dan ook gezond is. Toch ben ik benieuwd naar de smaak van deze pizza. Nou, ik moet zeggen, hij is natuurlijk nog bevroren, maar hij is wel rijkelijk belegd. Maar we gaan hem natuurlijk nog even in de oven plaatsen. De pizza ligt hier voor me en moet je eens even kijken. Dit vind ik wel een enorm pluspunt. De pizza ziet er exact hetzelfde uit als op de verpakking. En uit ervaring weet ik dat dat vaak niet het geval is. Maar hoe zit het dan met de smaak? Het is lastig te snijden. Hij is lekker kruidig. Het enige wat ik jammer vind, dat zijn de vegetarische kipstukjes. Niet dat het vegetarisch is, maar gewoon deze versie. Want als ik ze los eet, dan is het een beetje sponsig of zo. Maar in zijn totaliteit is het samen gelukkig wel erg lekker. Dus daarom krijgt hij van mij, lastig, dan toch 3 van de 5 sterren. Ik had het slechter kunnen treffen. Ik ben echt in de hemel beland, want ik heb hier namelijk niet 1, niet 2, maar 3 nieuwe Ben & Jerry's smaken. Dit is geen samenwerking, maar ik zeg wel eerlijk bij, ik heb ze opgestuurd gekregen. Ben & Jerry's zijn soort van feeders, op een hele positieve manier. Ik had nergens om gevraagd, maar ik kreeg het gewoon in mijn schoot geworpen. Dus, dan gaan we het testen. Dan beginnen we met de bovenste, die is ook nog eens een keertje vegan. Er zit gewoon een laag slagroom op. De smaak heet Caramel Café, oftewel, ik denk dat er karamel in zit en koffie. Dit ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd. Heerlijk. Ik vind het ook bizar dat dit vegan is. Er zit gewoon geen melk in. Nu proef ik de koffie ook, maar het smaakt echt als een zoete ijskoffie. Ja, ik ben fan. 5 sterren. En nu chocolade cheesecake. Oh, ronde 2. Een heerlijk chocolade-ijsje, niet per se echt een geweldig nieuwe uitvinding of zo. Ik proef niet per se echt iets heel erg nieuws, dat had ik bij deze meer. Maar hij is echt heerlijk, dus hij krijgt alsnog 4 sterren. En dan Dulce Delish, en het ziet er inderdaad heerlijk uit. Het is vooral karamel met karamel met karamel en wat chocola als het goed is. Deze is ook echt heerlijk gewoon. Als je een karamelfan bent, dan moet je deze echt gewoon proberen. Ik geef hem ook gewoon 5 sterren, maar als ik dan echt moet kiezen welke ik het allerlekkerst vind, dan ga ik toch echt voor de Caramel Café. En dat terwijl dat de vegan variant is. Conclusie, het beste product is naar mijn mening de Ben & Jerry's Caramel Café. Ah, ik ga er echt vannacht over dromen. En helaas is de maaltijdsalade van Bon Duel voor mij het slechtste nieuwe product. Vond je dit een leuke video? Geef natuurlijk dat duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal voor nog veel meer video's. En vergeet natuurlijk niet om ons doelboek te pre-orderen. Het linkje staat in de beschrijving en in de reacties. Klik ook lekker door naar deze video's. Heel veel plezier met kijken en ik zie je volgende week donderdag weer met een nieuwe video. Doei doei!